Kustregio's hebben enorme economische voordelen. Dat zijn de schatkamers van de economie. Daar wordt geëxperimenteerd en daar komen oplossingen vandaan voor het wereldvoedselvraagstuk, duurzame energie en klimaatverandering. Je zou kunnen zeggen dat kustregio's een transitie doormaken van gebieden waar het niet meer alleen draait om de trits, zeevaart, toerisme en visserij. Maar er vinden ook allerlei activiteiten plaats die ook wel als blauwe groei worden gekarakteriseerd. Dat zijn allerlei nieuwe economische activiteiten die heel belangrijk zijn in deze tijd. Denk aan duurzame energie, dus bijvoorbeeld getijdenenergie, golfslagenergie, hydraulische energie die gebruik maakt van de golfslag, getijdenwerking. Nog niet zo in Nederland, maar in andere delen van Europa zien we dat. Hè. Van de kust van Spanje tot met Bretagne en Schotland wordt daar volop mee geëxperimenteerd. Dus windmolens voor de kust, er is echt veel meer te winnen dan dat op het gebied van duurzame energie. Verder zie je seabed mining en marine biotechnologie, waarbij je allerlei stoffen en organismen uit zee gebruikt om daar nieuwe economische tijden uit te halen. Denk aan nieuwe medicijnen die worden gewonnen uit de mosselen of sponsen en slakken. Nou, en tenslotte zie je nog dat er ook met aquacultuur wordt geëxperimenteerd, wat ook heel interessant is voor allerlei regio's. En zilte landbouw, die zelfs een oplossing kan bieden voor het wereldvoedselvraagstuk. Hè, waarbij je dus gebruik maakt van het feit dat bepaalde groenten ook op zoute grond kunnen groeien, zoals zeekool en zeekraal. Doet Nederland daar veel aan, de ontwikkeling van die nieuwe techniek? Europees gezien slaat ze geen slecht figuur. En dan moeten we vooral ook in Zeeland zijn. Daar zie je dat er nu heel erg veel mee wordt geëxperimenteerd. Denk aan die aquacultuur. Maar bijvoorbeeld op Texel zijn ze ook al heel ver met zilte landbouw. Het is heel veel experimenteren, maar hele interessante innovaties komen daaruit naar voren. Er is een nieuw beleid ten aanzien van de zee, lijkt het. We gaan anders met de zee om dan we voorheen deden. Het is zo dat de zee vroeger in kustregio's vaak werd beschouwd als bedreiging. En terecht, hè, denk maar even aan Zeeland en de waternoodsramp. Hè, daar moest je je voor beschermen. Nu zie je dat Zeeland zich veel meer profileert als land in zee. We zijn land, maar we hebben als voordeel dat we de zee voor de deur hebben liggen. En dat heeft vaak vergt het wel een overgang voor mensen. Want ja, als je aan de kust woont, dan beschouw je het als gegeven. Hè, de vis die het water niet ziet. Maar nu zie je dat Zeeland juist zich daarop inzet en niet meer andere regio's in het land gaat kopiëren. Zoals je vaak ziet, de Silicon Valleys van deze wereld, de Energy Valleys en kustregio's hebben ja, wat dat betreft zoveel te bieden. Ze zijn de apotheek van de toekomst. Ze bieden veel op het gebied van voeding en andere zaken. Dat ik denk dat daar heel interessante perspectieven liggen. En dan blijkt er ook een zogenaamde Z-factor te zijn. De Z-factor die ik in mijn boek inderdaad introduceer, een analogie van de X-factor, dus iets wat die regio's hebben, die zie ik inderdaad. Want ook op allerlei andere vlakken zie je dat de zee wat doet met mensen die er wonen en werken. Zo zijn bijvoorbeeld mensen in kustregio's gezonder dan mensen die in het binnenland wonen. De Z-factor is wat mij betreft iets waar kustregio's veel meer mee kunnen doen.